Goedemorgen mensen, vandaag dag 2. Ik zal even laten zien waar we de nacht hebben doorgebracht. In een fjord, behoorlijke hoogteverschillen. Hier ook, als we echt niet naar beneden willen vallen, moet Kasper een beetje in de gaten houden. Prachtig mooi rustig hier. Nou, dit plekje heb ik vannacht geslapen. Heerlijk rustig, we werden niet gestoord. Het is klaar. Eten voor Kasper. Het plekje is ook weer klaar. De tent vandaag nog niet gebruikt. Oh, de worst is aan het koken. Ik ga even wat lager doen. De brug. Wat nou rustig. That's the calling from the hotline. Kom. Zo. Waar ga je naartoe, Jochie? Oh, dat kan. 2 meter hoog in de fundering. Kijk, daar hebben we hem. Een Noorse kees. Weer een puntje erbij. Even de boel loggen. Met de auto erheen. Doe een magneet.
kijkje erin. En een mooie gaan we de brug over waar we net de cache gevonden hebben. Om iets te weten, dan zeg je dat we naar Samas Petrodor CA met voorraad 1982. CA met voorraad 1987. Hallo Morten. Hei Morten. Nu zal het toch ook nog graag want nu krijg je een zwemmen. Nu gaan we met een uur van de uur. Oké. Ja. Mooi, wel vooral bij de naam. Ja, we hebben dus voornemen. Nu gaan we ontvangenis tot 9:30, dus dat kan. Ja, dat is ook. Jonas, hoor. Nee. Dus ik moest aan mijn test met huis om het plezier op te Dat kan je wel zien aan de berg om ons heen. Het is echt heel hoog. Hij staat voor het eerst echt in actie. Kasper die moet vanavond beneden slapen. De baas die slaapt boven op hoog niveau. Het sluit mooi aan bij de auto. En morgen een zware dag. Jongen, we moeten daar naar boven, naar de top. En niet met de lift, hè? Nee.